Toen ik 16 was, stond op een dag in de krant het bericht dat de lichting 59 definitief niet opgeroepen zou worden voor militaire dienstplicht. Ik denk nog steeds dat die beslissing nadrukkelijk in het voordeel is geweest van beide partijen. Want ik heb helemaal niets tegen het leger, begrijp me goed. Maar ik geloof nooit dat de slagkracht van de nationale strijdkrachten erop vooruit gegaan zou zijn. wanneer ik onder de wapenen plaatsgenomen zou hebben. Jaren later speelde we in Vrienden voor het Leven een aflevering waarin Eddie. Op werd geroepen voor herhaling van dienstplicht. Dat was een geweldig leuke flauwe aflevering met allemaal uh, dienstplichtkrappen enzovoort. En in de serie Schiet mij maar lek speelde ik Roel. En Roel was ooit afgekeurd voor dienstplicht. In de tijd lieten jongens zich vaak afkeuren door op de keuring bijvoorbeeld met een andere knul te gaan zitten zoenen. Of ze gokten op S5. En S stond voor stabiliteit en 5 was het slechtste cijfer wat je kon krijgen. Dus S5, nou dan was je niet helemaal goed snik en dan kon je opdonderen. En de vroegen is aan Roel, ben je afgekeurd hoor. je ogen? Nee, ze roelde dan S6. Roel, dat kan helemaal niet. S5 is het hoogste. En dan zei Roel, ja, nee, klopt. Ja, dat zei die dokter ook.